Jongens, laat het deuntje maar horen. Herkennen jullie het? 50 jaar bestaat de film, Turks Fruit. 3,3 miljoen kaarten destijds verkocht. En nog altijd de best bezochte Nederlandse film ever. Peter, jij bent groot fan, hè? Ja, ja, het is 1973 dat die film uitkwam. Dus ik was 15. Ja. Sorry. En ik was echt verliefd op Olga. Ik heb ook nog zeker 2 jaar daarna dacht ik dat alle meisjes die Olga heten de beste meisjes waren. Je had er ook een in de, hoeveel kwam je er tegen dan? Nou ja, je had er ook een in Milan Kundera. Hè, de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Olga was het. En die film heeft natuurlijk ook een aantal iconische filmmomenten. Een aantal iconische filmmomenten opgeleverd. Dat is Turks Fruit. Eten op tv nooit doen, hè, Fien? Nou, dus, je hebt het al gedaan, hoor. Die M&M's, dat is niet... Wat wil je zeggen? Nee, nou, gewoon iconische filmmomenten. Het is ook door het publiek gestemd als de film van de 20e eeuw. Ja. En geweldige film. En Jan Wolkers is natuurlijk geweldige schrijver. Ik weet niet hoeveel jonge mensen hem nog... Jij bent eigenlijk ook een romanticus, hè? Vorige keer vertelde je 2 vriendinnen, heb je. Groot fan van Turks Fruit. Hey, ik wilde heel graag de beelden laten zien, maar mag niet. Nee, dat is een spoiler. Want ik heb hem nog niet gezien. Je gaat nog kijken na vanavond. Ja, we konden het niet laten zien vanwege de rechten. Mag absoluut niet. Dus ik heb wat Turks Fruit voor jullie meegenomen hier op tafel. Wie houdt ervan? Mevrouw van Turks Fruit? Ja, dat is prima. Of die film ook. Dit of de film? Bas, jij vindt het ook echt een revolutionaire film, hè? Ja, het is Nederland van die tijd. En het is dus net begin jaren 70. Ik was nog niet eens geboren. Maar het is de seksuele revolutie van Nederland. Was jij nog niet geboren in jaren 70? Nee, zo oud ben ik nog. Oh, oké, dat valt me dan weer terug. Dat is mijn wijze praat. Ik was net als Peter ook 15. Ja. Ik vond het ook een leuke film. Ook gezien. Maar het is meer dan leuk. Ja. In de vertrutting van nu ook vooral. Hè? We hebben natuurlijk wel iets aan deze tafel al eens over films gehad. Oh, die zegt dikkertje, dat mag niet. Ja. En dat is natuurlijk zo mooi aan Turks Fruit. Turks Fruit is natuurlijk heel rauw en seks en bloot en dingen. En het is heel puur en het is heel grof en het is heel... Zou het nog kunnen? Nou, het zou heel goed zijn voor heel veel mensen, voor heel veel wokies... als we Turks Fruit opnieuw uitbrengen. Wakker geschud worden. Ze zijn weer genoemd, ja. Dat is fijn. Ja. Frits, zou het nog kunnen, zo'n film? Ja, als tegenwoordig Ronald Dahl niet meer kan, dan zou dit al helemaal niet meer kunnen, denk ik. Nee, maar ik vind wel dat het gewoon moet kunnen. Ook vandaag de dag. Ik bedoel, als onze ouders daar 50 jaar geleden tegen konden, nou, mijn ouders daar toen tegen konden, dan moeten we er nu ook heel goed tegen. Dan kunnen wij er ook heel goed tegen, hoor. Cultureel erfgoed? Vind ik wel, ja. Nou, ik vond het wel een beetje... Ja, Floris was mijn held en toen ging je ineens dit doen. En toen viel er voor mij wel een soort wereldbeeld in duigen. Ik was 11, natuurlijk. Ja. En toen liep ik nog met mijn houten zwaardje Oldenstein te roepen op straat. En toen ging deze man ineens dit doen. Toen dacht ik, oké, dan moet ik dus dat... Het klopt er niet meer in jou. Ja, nee, maar dat was een beetje... Maar nee, het is gewoon een iconische film. En ja, je mag dit nu niet laten zien. Maar hoeveel Nederlanders zullen er nog zijn die het nooit gezien hebben? Ik moet zeggen, na dit verhaal. Oh, heb je Titanic zeker ook niet gezien? Ja, natuurlijk heb ik het niet gezien. Nou, er waren ook nog mensen die het cultureel erfgoed wat jou betreft, Bas? Ja, zeer zeker. Ja. Verplicht. Ik zou het verplicht op school. Verplicht op school? Ja. En het gaat